De jaarlijkse uitreiking van de Musical Awards is net afgesloten. We snellen het podium op om de euforie van de winnaars vast te leggen. Albert, ja. Gefeliciteerd! Dankjewel, dankjewel. Ja, ik ben hier natuurlijk ongelooflijk blij mee met 6 awards van de 14. Dat is echt ongelooflijk veel. Ja, en ik stond net met het ensemble te praten. G-Squares blijft ons allemaal verrassen. Weet je, eerst door die recensies die allemaal 5 sterren waren. En toen door die bezoekcijfers, die zalen die uitverkocht zijn, waar ook in het land. En dan nu weer die nominaties en die prijzen. Het houdt eigenlijk niet op. Dus het is een beetje een wonder. Ja. En je hield je staande. Je bent niet gevallen deze keer. Nee, hier niet. Wel in de zaal even, omdat ik een jongen aan het helpen was die met zijn camera vast zat. Heb ik weer. Ja. Ik probeer een beetje sociaal te zijn. Nee, ik dacht ik ga rustig dat podium op. Ik had me voorgenomen rustig het podium opwandelen. En vooral even die club in het zonnetje zetten. Want dat is wat we wilden. Dit is de Club Nederland nu. Hé, ik wil hem even zien. Ja, nee. Als ik één productie, minstens één prijs toegewenst had, dan was jij het wel. Ja. Ik vond het een geweldige voorstelling en ik ben ook blij dat jullie het weer gaan spelen. Ja. Hoe voel je je? Ja, ik ben intens gelukkig hiermee. En vooral ook omdat het een heel mooie voorstelling is door Daniel Cohen geschreven. En de muziek van Jan Groenteman. Ik vind het jammer dat er niet nog wat meer beeldjes zijn binnengehaald. Want die had ik hen ontzettend gegund. Maar ik ben waanzinnig blij met dit. Ja. Dit is hem dan voor de hele productie. Laat hem even zien. Dit is hem. Zo. En? Ja, wie had dat gedacht, hè? Wie had dat gedacht? Ja, ik ben heel blij mee. Wat dacht je zelf? Ik dacht zelf dat Shangur hem ging winnen. Maar als een echte Judas heb ik dat beeldje net zo voor zijn neus gepikt. En ik ben heel blij mee. Ik hoop dat jullie nog vriendschappelijk de rest van de run kunnen spelen. Nou, we mogen gelukkig nog 160 keer, dus dat moet wel goed komen. Je kunt hem 160 keer nog verraden. Absoluut. Ik heb net geteld 5 stuks. Ja. In één keer hoor je tot de musicalwereld. Ja. Wat heb je ervoor gedaan? Heel hard werken. Ja, natuurlijk. Ja. En heel veel mensen erbij roepen. Ja, en de goede mensen verzamelen en goede timing, denk ik. Verzamel jij veel prijzen? Nou, het is nog veel erger. Ik ben gewoon maar 3 keer genomineerd en ik heb hem 3 keer mee mogen nemen. Dus echt waar? Dat is. Ik kom alleen maar als ik hem ook krijg. Je bent een gouden winnaar. Ja, mijn vader zei ik ben een zondagskind. Nou ja, dat blijkt. Ja. Nou, in wat betreft de mol en de paradijsvogel verdient. Nou, dankjewel. Ik wil je ook bedanken voor de leukste opmerking, de leukste grap van de avond. Dat je het slechte nieuws aan Andrew Lloyd Webber en Tim Rice moet vertellen dat ze niet de beste waren. Nee, dat zal behoorlijk aankomen daar. Kun je achteraf bepalen wat de doorslag heeft gegeven voor de jury? Voor deze prijzenregen? Nou, grappig, want ik had het daar tijdens het eten over straks. Ik heb hem gevoeld zelf, zeg maar, toen ik op een gegeven moment in de zaal zat. Ja. En ik voelde dat mensen heel erg geraakt werden. Dan dacht ik, oh ja, maar dat ga je wel onthouden. Zeg maar dat je in een zaal zit waar je voelt dat het heel emotioneel wordt op bepaalde punten. Mm-hmm. Ja, dat is onvergetelijk, denk ik, als je daartussen zit. Ja. Dus ik denk dat het is. Mensen zijn geraakt. Jou wil ik zeker spreken. Wauw. Ja, je miste de lunch. Ik miste de lunch. En iedere medegenomineerde van jou tipte jou. Echt waar? Was je je daarvan bewust? Nee dus. Nee, daar was ik niet van bewust. Ik hoorde wel in de wandelgangen en dat vond ik heel irritant dat mensen zeiden, ja, gaat hem pakken. Denk ik, nou, doe nou niet. Hè, want je wilt je niet verheugen op iets moois als dit. Ja. Dus het, ja, dat, ik had het niet verwacht. Ik had het gehoopt. Het juryrapport noemde één term die me triggerde. Ontwikkeling. Jij hebt jouw personage een ontwikkeling laten doormaken. Hebben ze dat gezegd? Oh, dat is mooi. Ja. Dat weet je niet meer. Nee, op dat moment ben je, ja, op dat moment ben je uit. Ja. Ben je helemaal. Nee, maar dat hoor ik ook links en rechts. Maar dat is eigenlijk inderdaad wel een heel mooi compliment. Want dat was mijn doel. Ja. Wij hebben elkaar voor de première gesproken. Ja, en toen ging het ook een beetje daarover. Ja, ja, van, je beloofde dat. Ja, dat was het. Dat was, ik moest even de woorden zoeken, maar ik beloofde iets. Ja. En toen zouden we erop terugkomen. Dus eigenlijk is het aan jou om te zeggen of het gelukt is of niet. Maar je dacht zeg. Dus. Nee, het is zeker gelukt. Ja. Ik heb het een paar keer gezien. En je speelde het prachtig. Dankjewel. Gefeliciteerd. Dankjewel. De publieksprijs. Ja, ongekend toch? Heb jij een verklaring?
Ja. Ja, ik heb wel een verklaring. Laat hem horen. Trouwe fanbase. Deze kant op. Dat hebben we vorig jaar, maar we moeten een klein beetje deze kant op. Ja. Ja. Jongens, rustig afbreken, rustig afbreken. Ze breken de boel af, wij blijven staan. Nee, het is een trouwe fanbase. We hebben dat vorig jaar mogen zien met in het Tropiek komen met Dagboek van een Herdershond. En dan voel je dat er zo'n liefde is vanuit niet alleen de maker, maar ook vanuit het publiek dat het ontvangt. Dat voelt, dit is ons verhaal. We zijn zo blij dat het wordt verteld. En ja, dat hebben we bij de tocht nu ook gemerkt. Ja. Ja. Een hobbel zou kunnen zijn. Mensen kunnen het alleen maar in Friesland zien. En voor mij bijvoorbeeld is dat 2,5 uur reizen. Ja, maar ja. Ik heb het gedaan natuurlijk. Maar voor een heel groot deel van Nederland is dat helemaal niet zo ver reizen, Frank. Nee, dat is echt zo. En Nederland is echt heel klein. 2,5 uur, dat draait een Duitser echt zijn hand niet voor om. Die gaan naar Hamburg en naar Stuttgart en naar Where Essen om grote voorstellingen te zien. En in Nederland hebben we dat toch altijd, moet eigenlijk op de fiets en dan is het leuk om daar naartoe te gaan. En ik ben echt heel blij dat mensen hebben gezien, wacht even, het is echt een moeite om ergens een dag van te maken en iets echt als een beleving mee te nemen. En dat is me toch gelukt. Is dit je eerste award? Het is mijn tweede. Mijn eerste won ik in 2001 met Rent, ook onder leiding van ook Ivo van Hoven. Daarna nooit meer wat gewonnen, dus ik denk dat ik alleen nog maar dingen met Ivo moet gaan doen. Je toespraak eindigde je met op naar de volgende. Ja. Wat is die volgende? Mag ik nog niet helemaal verklappen, maar het is een bestaande musical. Een? Bestaande musical. Okay. Mag ik dat zeggen? Mag ik het een titel noemen? Aan wie moet je toestemming vragen? Aan mijn marketing ladies. Dat marketing dame, gefeliciteerd. Kijk, ik heb toestemming. The Last 5 Years. Oh ja. Ja. En ondertussen ben ik alweer de nieuwe musical aan het ontwikkelen, maar dat duurt gewoon lang. Dus daar heb ik dan nu een soort anderhalf jaar de tijd voor. En The Last 5 Years onder jouw handen. Ja. Wat wordt dat? Samen met iemand anders, een co-regie met Suzanne Heijdra. Altijd met anderen. Weer precies, collectief. Ja. Dat wordt een nieuw vrouwelijk jasje om The Last 5 Years heen. Wat is een vrouwelijk jasje over The Last 5 Years heen? Een meer vrouwelijk perspectief denk ik erin, dus alles blijft intact. Maar ik denk dat we Cathy net een andere... Als ik het me goed herinner, ik heb het een paar keer gezien. Ja. Heb je zowel een mannelijk perspectief als een vrouwelijk perspectief met The Last 5 Years? Zeker. Dat worden afgewisseld. Zeker. Alleen ik denk dat wij Kathleen iets anders misschien gaan neerzetten dan tot nu toe is gedaan. Mm-hmm. En in mijn beleving, ik zeg niet dat het andere niet goed is voor de helderheid. Nee. Is dat een meer daadkrachtige vrouw en dat hun relatie in een groter perspectief staat. Maar... Dat ga ik erover zeggen en meer niet. Wel, is er ook plaats voor een beetje mannelijk perspectief? Zeker. Maar ik zei al in mijn speech, voor iets zijn betekent niet tegen iets anders. Ik kan je vertellen, Huip en ik hebben de kaarten voor Elisabeth al. Ja. Nou, wat vind je nou van Danique? Dat is een fantastische nieuws. Kun je nog even vertellen waarom Danique Ducé? Danique Ducé, die studeert pas eind volgende maand af in Tilburg. En zij kwam binnen en ze zong dat nummer met een enorme controle. Want heel veel mensen zingen het, dan is het eigenlijk niet mooi. Maar zij zingt fantastisch. En de allereerste keer dat zij en Pia repeteerde hieraan, was Pia zo diep ontroerd door een meisje van begin 20 met een vrouw die een heel leven al heeft. Dat is ontroerend. En Danique, dat hoorde je vanavond aan het applaus ook. Die pakt iedereen in. Een naam waar we veel van gaan horen. Ja. En ooit mag je me verklaren waarom Elisabeth nu 100 minuten zonder pauze gaat doen. Dat is een foutje op de site. Kijk de gewone versie hoor. Ik zag het vanmiddag ook. Gelukkig. We waren te druk met smokings uitzoeken. 3, 2, 1.